cause I'm a fool for your love. Het is dinsdag vandaag en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Gisteren heb ik niet gefilmd, omdat eigenlijk heel het weekend ben ik uit geweest. Zaterdag had ik een festival, zondagavond gingen we uit en gisteren hebben we nog heel de dag met z'n allen gezeten. Met Milan, Zoe, Jet, Storm en Kees. En het was echt vet gezellig, het was echt heel erg leuk. Gisteravond heb ik ook nog bij Miu geslapen, maar kwam mijn camera niet bij me. Dus ik ben eigenlijk gewoon echt totaal vergeten te filmen. Maar ik hoop dat jullie het niet erg vinden, want deze week gaat er wel iets heel erg leuks gebeuren. Ik ga namelijk zondag met Char naar de Ladies Fair en dan staan we daar met een kraampje van Vlot. Echt onwijs leuk, dus daar ga ik ook filmen. Isa, mijn nichtje, die gaat ons helpen, die gaat meewerken met ons. Echt super leuk, dus daar heb ik heel erg veel zin in. Deze week ga ik ook allemaal outfitjes bedenken voor Parijs, want over precies een week gaan Charlotte en ik naar Parijs. Dus dat is ook echt super leuk. Maar daar willen we natuurlijk leuke foto's maken en daar heb ik leuke outfitjes voor nodig. Dus ik ga nu eventjes ook deze broek, die Sandro broek, in de was doen, want die wil ik mee hebben. Dus dan kan die maar alvast schoon zijn. Ik ga wel eventjes wat eten maken. Maar haar is ook echt super vet. Ik ga het vanavond wassen. Ik had geen zin om het vanmorgen of gisteravond te wassen. Dus dat doe ik vanavond pas lekker. Het is nu ondertussen alweer 1 uur is het. Ik ben eventjes bezig met het bewerken van mijn weekvlog. Want die moet vanmiddag online. Want ja, ik was gisteren dus nog heel de dag bij Miu. En zondag ook was ik met Zoe. Dus ik was eigenlijk een beetje vergeten dat het vandaag ook weer dinsdag was en dat vandaag mijn weekvlog online moest. Maar goed, ik ga eerst even wat eten en wat drinken pakken. Een glas mee naar beneden. Even kijken wat we allemaal hebben. Oeh, aardbeidjes. Zijn die dingen goed? Ja, ik ga aardbeien eten. Wat nog meer? Yoghurtje, aardbeien yoghurtje. Zie je nog goed? Ja. Nee. En misschien iets van een eitje koken of zo. Ik heb echt zoveel honger, dat is niet normaal. Het is woensdagochtend vandaag. Ik weet niet of je het aan mijn hoofd kan zien. Maar ik ben echt heel erg moe. Het is nu 9:55. Ik moet om 10:30 op school zijn. Dus ik ga ongeveer over 10 minuutjes weg. Maar het weer buiten is zo... Het is zo donker. Het regent. Het is koud volgens mij ook. En ugh. Ik heb gewoon echt geen zin om naar school te gaan. Ik heb vannacht ook zo slecht geslapen. Ik weet niet. Ik kwam er niet in slaap. En ik werd al om 6 uur wakker. Ik moest heel de tijd maar hoesten. Dus eigenlijk... Van 6 tot 9 heb ik alleen maar lopen hoesten. Dat is echt bizar. Mijn vinger jeukt nog steeds. Ik weet niet of ik dat had verteld, maar afgelopen zaterdag was ik naar thuishaven. En daar ben ik dus gestoken door een wesp. En eerst had ik het niet echt door. Nou, ik had wel door dat ik gestoken werd, maar ik dacht van nou, het zal wel. Toen een uur later of zo werd mijn vinger helemaal dik en rood. Dus toen zijn we naar de EHBO gegaan om het eruit te laten zuigen. En toen zaterdag had ik er verder geen last meer van, zondag ook niet. En toen opeens, een zondag op maandagnacht, werd heel mijn vinger helemaal dik en rood. En begon heel erg te jeuken. En ik had allemaal vlekken. En ik heb nu dus nog steeds heel erg jeuk. En het is echt fucking irritant. Het jeukt zo erg. Ach, het is zo irritant. Maar oké, ik moet vandaag van 10:30 tot 1:00 naar school. En vandaag is de dag dat iedereen zijn examenuitslag krijgt. Dus ook mijn vriendinnetjes en vrienden van mij die kregen vandaag te horen of ze geslaagd zijn of niet. Zoe heeft examen gedaan, Jet heeft examen gedaan, Dagmar en Romy hebben examen gedaan, Storm heeft examen gedaan, Joek heeft examen gedaan. Zijn er nog meer mensen die examen hebben gedaan? Volgens mij niet. Volgens mij waren dat ze wel, dus ik ben echt heel erg benieuwd. Ik hoop natuurlijk dat ze allemaal slagen, maar volgens mij worden ze allemaal een beetje rond 2 uur zoiets gebeld. Dus we gaan zien of ze geslaagd zijn. Morgen komt de collectie Love Stories X&M uit. Om 10:00 ochtends op de site en in de winkel. Maar ik ben zo bang dat het online heel snel is uitverkocht. Dus morgen heb ik met Roos afgesproken om 9:45 voor de H&M te staan. Om 10:00 die bikinis te kunnen scoren. Aan de ene kant twijfel ik echt heel erg. Want ik heb echt veel te veel bikinis. Maar normaal zijn die Love Stories bikinis zo duur. Nu in samenwerking met H&M zijn ze dus best wel goedkoop. Dus ik weet niet of ik het gewoon ga doen. Ik heb vandaag lekker een makkelijke outfit aan. Deze trui van Conquest Fashion. Een soort flarebroek. En ik doe gewoon mijn sandra's aan. En die dikke ruitjesjas. Want het is dus echt heel erg koud buiten. Voor de rest heb ik vandaag eigenlijk geen planning. Volgens mij ga ik vanavond bij Miu slapen. Misschien dat er ergens nog een leuk feestje is. Omdat er mensen geslaagd zijn. Ik weet het niet. We gaan het vanzelf wel zien. Dus ja. Ik ga mijn jas aantrekken. Mijn spullen pakken voor mijn tas. En naar school toe. Ik ben thuis van school. Het is nu 10:50. We mochten 1/2 uurtje eerder weg. Dus dat is echt heel chill. Alleen ik moest wel... Door deze regen heen fiets. Ik weet niet of je het heel goed kan zien. Maar het regent echt fucking. Maar dat is echt bizar gewoon. Heel mijn broek is nat. Gelukkig is mijn haar niet nat. Want ik had mijn capuchon op. Ik
capuchon valt ook nog best wel mee hoe nat hij is. Dus dat is chill. Ik ga even water koken. En ik heb eventjes 3 eitjes in de pan gedaan. Want dan ga ik even lekker eitjes eten met een rijstwafel. Zometeen komt Char. Omdat aanstaande zondag gaan we natuurlijk naar de Ladies Fair. En daar hebben we een soort van klein pinautomaatje voor. Dus dan komt hij even langs om te kijken of hij het doet. En het is nu 10 voor 1. Vanaf 1 uur kan Dagmar gebeld worden. Vanaf 1:30 kan Zoe gebeld worden. En vanaf 2 uur kan Jet gebeld worden. Dus ja, het wordt nu een beetje afwachten of ze geslaagd zijn. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik ben ook echt heel erg overbelicht. Dat is beter. Ik wilde eigenlijk bij ze langs om een taartje te brengen als ze geslaagd zijn. Maar het regent zo bizar hard. Ik weet ook niet of het minder gaat worden. Ik ga eens kijken. Want als het minder wordt, ga ik denk wel eventjes taartjes halen en bij ze langs brengen. Om te vieren dat ze geslaagd zijn. Maar het ziet er niet echt naar. Oh my god. Het gaat alleen nog maar harder regenen. Oké, dat wordt dus geen taartjes. Misschien vanavond. Of vanavond wordt wel droog. Na 6. Nou, misschien dat ik wel vanavond even bij ze langs ga. Zo, mijn eitjes zijn klaar. Ik heb 3 rijstwafels met dus een eitje, zout en van dat chiazaad of zo. Dat is echt heel lekker. Dus ik ga nu lekker opeten. Ondertussen is het alweer avond en is mijn dag iets anders verlopen dan ik verwacht had. Ik dacht, ik ga vandaag gewoon lekker in bed liggen, lekker filmpjes kijken, bla bla. Maar zoals ik ook al had verteld, zouden een aantal vrienden en vriendinnetjes van mij na 1 gebeld worden of ze geslaagd waren voor een eindexamen. Ik ben echt super trots op iedereen van mijn vriendjes en vriendinnetjes die examen hebben gedaan. Ze hebben allemaal zo ontzettend hun best gedaan. En sommigen hebben een herkansing. Sommigen zijn wel geslaagd. Maar ze hebben het allemaal gewoon echt super goed gedaan. En ik weet zeker dat de mensen met een herkansing het ook gewoon nog gaan halen. Een van de vriendinnetjes die had een herkansing. Die moest terug naar school. Dus ik was eventjes met haar meegegaan. Dat duurde wel ietsjes langer dan verwacht. Ik was er om 2:30. En om 6:00 was ik pas thuis. Dus daardoor dat ik in de middag dus niks meer heb kunnen filmen. We zouden eigenlijk vanavond uitgaan naar de Westwood. Er is een soort geslaagdsfeestje. Maar er komen dus ook mensen van 15 en 16. Want als je op de MAVO zit, ben je vaak 15 of 16 als je geslaagd bent. Dus ja, ik twijfel een beetje. En de rest twijfelt volgens mij ook om te gaan. Dus ik weet niet of ik daarin ga. Misschien dat ik gewoon lekker in bed blijf liggen. Vanavond tot morgenochtend. Om 10 uur komt de Love Stories X&M collectie uit. En ik wil zo graag een bikini daarvan hebben. Ik heb echt veel te veel bikinis, maar gewoon Love Stories bikinis zijn normaal gesproken zo duur. En ik wil gewoon die bikini hebben. Dus ik heb morgen om 9:50 met Rosa in de stad in Den Haag afgesproken bij de H&M. Om een bikini te bemachtigen. Dus daar moet ik natuurlijk ook wel een beetje vroeg voor opstaan. Dus misschien is het beter als ik vannacht gewoon lekker thuis blijf. Even kijken wat de rest gaat doen. Want ik ben heel makkelijk te beïnvloeden. Als de rest gaat, dan wil ik ook. Maar eventjes kijken. Er is vanmiddag wel een pakketje van Chanel binnengekomen. Dus daar zal ik eventjes laten zien wat erin zit. We hadden het toevallig net over de H&M X Love Stories badkleding. Maar Chanel heeft dus ook zwemkleding, badkleding, hoe je het wil noemen. En ik heb daar een badpak uitgekozen. Ik vind het echt een heel netjes zakje of zo. Ik weet niet. Ik heb hem in maatje XS. En er zit dus ook zo'n waszak bij. Echt super netjes. En ik heb dus een badpak uitgekozen omdat ik heb eigenlijk helemaal geen badpak. En ik vond deze zo mooi. En toen dacht ik, ja, jou wil ik. Het is dit lichtroze kleurtje. Het is best wel een beetje een sexy badpak. Want ik weet niet of je het kunt zien. Maar hij heeft dus een beetje een V-hals. En van achter is die heel erg laag uitgesneden. En het is zo'n high-leg badpak. Dus ja, hij zit pas echt heel hoog. Ik weet niet hoe ik dit goed kan uitleggen. Ik zal even een plaatje hier van het model in beeld zetten. En dan kan je het een beetje zien. De badpak hebben ze ook nog in heel veel andere kleurtjes. Maar ik vond dit kleurtje zo mooi. Kijk nou, ook als je heel erg bruin bent. Echt love it. Dus deze. Dan heb ik deze spijkerbroek uitgekozen. Ik heb tot nu toe 2 keer een spijkerbroek bij Chanel uitgekozen. En die paste toen allebei niet. 1 keertje in een 34 en 1 keertje in een 36. Dus ik ben echt heel erg benieuwd of deze gaat passen. Dit is een maatje 36. En het is een lichtblauwe kleur. Op internet zag hij er wel ietsjes anders blauw uit. Maar ik vind het op zich geen lelijke kleur. Het is een skinny jeans volgens mij. Althans, zo ziet hij er wel uit alsof het een skinny jeans is. Hij is wel lekker stretchy. Hij stinkt wel heel erg. En ik heb hem dus in een maatje 36. Voor de rest zit er geen gaten of iets in. Ja, hier. Alleen hier bij je knie zit een soort van gat. Maar voor de rest is het gewoon een broek die helemaal heel is.
Dus die. Dan dit item. En volgens mij is dit een witte rok. Ik heb hem in een maatje S besteld. Eigenlijk heb ik denk ik een XS nodig. Maar ik vond hem zo leuk. Dat ik dacht van, weet je, misschien pas ik die S ook wel. Even kijken hoor. Oeh. Hij ziet er niet mega groot uit. Dus ik hoop dat ik hem pas. Dit is de rok. Hij is aan de onderkant schuin. Met van die roesjes. En als hij zo naar boven loopt, is hij gewoon weer recht. Hij heeft hier aan de zijkant een rit waarmee je hem dicht kan doen. En ik ben heel erg benieuwd of hij doorschijnt. Volgens mij schijnt hij wel een beetje door. Maar als je er huidskleur of ondergoed onder aan hebt, kan het hopelijk wel. Ik vind het echt een hele mooie rok. En ik hoop echt heel erg dat die past in een S. En als laatste nog een zwarte top. Ik weet heel eerlijk gezegd niet welke top het is. Het is in een maatje one size. Oh, ik weet het al. Ja, het is deze off-shoulder top met van die roesjes. Ik heb deze ook al in het turquoise. En ik vond die kwaliteit en die stof zo mooi. En ja, ik weet niet. Ik dacht gewoon, ik wil deze ook in het zwart. Dus die heb ik ook nabesteld. Wat van deze echt heel erg chill is, is dat hij gewoon losse aparte mouwtjes heeft. Ik weet niet of je dat goed kan zien. Hij heeft gewoon losse mouwtjes. Dus als je je armen dan zo omhoog doet, dan schieten die bandjes niet omhoog. Echt heel erg chill. Ik denk dat deze ook heel erg leuk kan staan met die witte rok. Of die witte rok juist met deze, maar dan in turquoise. Dus deze. En deze hebben ze volgens mij ook nog in het wit. Alleen volgens mij was die uitverkocht. Maar hier ben ik ook echt heel erg blij mee. Deze stof en deze kwaliteit voelt echt super aan. Nu ga ik wel lekker op bed liggen en filmpjes kijken. Het is nu namelijk 7 uur. En dan zie ik straks vanzelf wel of we nou wel of niet uitgaan. Of ik wel of niet bij Miel slaap. Ik heb geen idee wat de planning vanavond gaat zijn. Wel weet ik dat ik morgen in ieder geval lekker vrij ben. En vrijdag ook. Dus dat is heel erg chill. En voor de rest ga ik het wel zien deze avond. Het is donderdagochtend vandaag, jongens. En ik ben zo moe. De planning van gisteravond zijn ietsjes anders gelopen. Ik ben uiteindelijk wel uit geweest met Zoe en allemaal meiden uit haar klas. En alle jongens waren er ook en het was fucking leuk. Maar ja, iedereen was gewoon geslaagd. Ieder was, dus dat was gewoon echt heel erg leuk. Maar ik had natuurlijk met Rosa afgesproken. 9:45 bij de A&M voor de A&M X Love Stories collectie. Dus 4 uur later ging mijn wekker en mijn haar ziet er echt niet uit. Ik had gisteren mijn haar gewoon met mijn eigen krullen, maar door te slapen. Maar ja, boeien. Ik ga nu heel snel mijn spullen pakken, want over 5 minuten moet ik weg. Dan ga ik dus eventjes naar de H&M met Rosa, kijk voor die bikinis. Dan ga ik naar Miel toe, ga ik lekker bij Miel liggen, lekker bij Miel slapen en lekker gewoon een luierdagje. Ben je blij? We stonden dus voor de rij. Er stond iets maar van 5 meiden, maar alle meiden gingen gelijk naar binnen sprinten. Maar we hebben nog wel alles wat we wilden kunnen bewachten in onze maat. Dus we gaan eventjes passen. En wij liepen ook echt heel rustig. Ja, wij liepen gewoon heel chill achter iedereen aan. Dus ik hoop dat alles past. Want anders zijn we de duur, want beneden is dus al alles op. Alles weg. Ik zie er echt niet uit, maar het ziet er ook echt niet uit. Ik ga er een start in doen. Maar ik heb wel een aantal hele leuke dingetjes bij de H&M kunnen scoren. En ik heb ook nog een paar dingetjes besteld. Want bij de H&M in Den Haag hadden ze dus niet alles. En toen ik dus online ging kijken, hadden ze dus wel nog heel veel dingetjes in mijn maat. Dus dat heb ik allemaal besteld. Dat komt denk ik zaterdag of maandag binnen. Dus ga ik kijken welke bikinis ik het leukst vind. Maar wat ik nu heb gekocht ga ik sowieso houden. Het zit in deze hele grote tas. Dus ik ga het heel even voor je laten zien. Als eerste pantergroene bikini waar eigenlijk volgens mij echt iedereen voor ging. Dit is het broekje. Hij is echt super schattig. Kijk nou even hoe leuk. En hier op de achterkant staat dus Swim Club. Deze was 15 euro en heb ik in een maatje 34. En de bijpassende bikini top erbij. Deze heb ik in een maatje 36 en was 20 euro. En voor de mensen die Love Stories kennen, die weten dat de bikinis vaak de topjes 75 euro zijn. Soms ietsjes goedkoper. En de broekjes vaak rond de 40, 50 euro. Dus dit is gewoon echt een super goede deal. En ja, ik vind het gewoon echt een hele mooie bikini. Met deze ben ik echt ontzettend blij. Ik heb dus nog een ander topje besteld. Een andere bikini en nog een andere bikini. Maar ik heb me voorgenomen dat ik er nog maar eentje mag houden. Dus die andere stuur ik dan terug. Dus ja, maar deze hou ik in ieder geval. Hier ben ik echt heel erg blij mee. En dan nog iets wat ik eigenlijk helemaal niet van plan was om te kopen. En ik wist eigenlijk ook helemaal niet dat ze deze hadden. Maar ze hebben dus een heel groot badlaken, strandlaken, strandhanddoek, hoe je het maar wil noemen. En ik ga dit jaar natuurlijk in mijn eentje op vakantie. Of nou, in mijn eentje zonder mijn ouders. En normaal hadden mijn ouders altijd grote strandhanddoeken. En ik zelf niet.
zeg maar geen echte eigen die ik mee kon nemen op vakantie. Dus ik moest er sowieso nog eentje. En ik ga over 3,5 weken op vakantie. En toen zag ik deze en toen dacht ik ja, ik neem die wel gewoon gelijk mee. Deze was 30 euro. En hij is echt mega groot. Ik weet niet of je het goed kan zien. Maar het is dus een oud roze kleur. Met lichtroze. En dan aan de andere kant is de kleur omgedraaid. En er staat dus op. Ik zal even het plaatje in beeld zetten. Want ik kan het echt niet goed laten zien. Er staat op Swim Club Love. Swim Club Love. Dus die is echt mega groot. Dus die is heel erg lekker voor vakantie. Dus deze. Die had ook nog echt een superleuke strandtas. Die had ik ook nog in mijn hand. Maar ik dacht van, ik heb al 3 strandtassen. Dus dat ga ik niet doen. En ik had ook nog een badpak gepast. Maar die zat niet zo heel erg mooi. Ik had vooral heel veel maatjes meegenomen. Omdat de voorgaande hemcollectie met Love Stories viel heel klein. Dus ik dacht, ik neem nu gewoon lekker veel maten mee. Maar nu valt het gewoon op maat. Super chill. En ik heb dus nog een paar andere besteld. En die komen dus binnen. En ik ben echt heel erg benieuwd hoe die gaan staan. Dus ja. Voor nu ga ik gezellig naar Miu toe. Vanavond bij mijn moeder slapen. Als het goed is, komt Miu ook bij mijn moeder slapen. Dus dat is wel heel erg gezellig. Dus ja. Vanmorgen was ik echt vet moe. Roos, die kwam ook aanlopen. En die zag volgens mij ook echt in mijn hoofd dat ik echt keurig moe was. Ik had ook nog even deze trui aangetrokken in plaats van die andere. Omdat het ging dus regenen opeens. En deze heeft een capuchon. Dus dat vond ik wel chill. Maar goed. Goed verhaal weer. Het is vrijdag einde van de dag alweer. Ik ben lekker dit hele weekend alleen thuis. Omdat mijn broertje en mijn vader zijn naar een voetbalweekend. Wel ga ik vanavond bij Miu slapen. Want ik vind het een beetje eng om alleen in huis te slapen. Want de laatste tijd, ik weet niet waarom. En ik wil jullie ook niet bang maken of zo. Maar de laatste tijd droom ik heel vaak over geesten. En inbraak en ontvoering en zo. Ja, het klinkt echt heel stom. Maar ik droom daar de laatste tijd gewoon heel veel over. Maar ik zit niet. Dus ja, dan vind ik het een beetje eng om alleen thuis te slapen. Dus ik slaap vanavond lekker bij Milan. Ik heb net een paar bikinis op Unite Wardrobe gezet. Dus even snel hier laten zien. Deze staat erop. Een oranje staat erop. Een roze topje van H&M. Een geel topje. Dit Tommy Hilfiger zwembroekje. En deze Reinders bikini. Van die Reinders bikini weet ik nog niet zeker of ik hem weg doe. Maar ik dacht, ja, ik zet hem er gewoon even op kijken of iemand hem wilt hebben. Ook heb ik vandaag eventjes 2 tijdschriften gekocht. De Glamour met Vivian Horn en eventjes die andere laten zien. De Linda Meijden, want ik ga over 3 weken ga ik naar Caruela. En ik vind het wel super lekker om lekker op het strand of bij het zwembad gewoon tijdschriftjes te lezen. Dus die ben ik een beetje aan het verzamelen. Ik heb er nu alvast 2. Ik ga alvast wat outfitjes bij elkaar zoeken, bedenken. Want ik ga namelijk dinsdag naar Parijs. Fucking leuk. Ik heb er echt heel erg veel zin in. Maar daar gaan Charlie natuurlijk ook foto's maken. En ook wel leuke outfitjes. Dus die ga ik alvast eventjes klaarmaken. Bedenken een paar. Ik heb er pas 2 of 3 in mijn hoofd of zo. Maar oké. Okay. Dus ja, dan ga ik zo meteen wel eventjes mijn vlog bewerken. Want ik heb toch niks te doen, dus ik ga die alvast bewerken. Voor de mensen die het dus niet weten, maar ik heb van mezelf krullen. Nou ja, het is meer slag geworden. Maar ik had dus vroeger echt hele erg pijpkrullen van mezelf. En eigenlijk heb ik het altijd in een knot of vlecht of stijlcut. Maar ik heb me dus voorgenomen om het wel eerder meer mijn eigen krullen te doen. Omdat het is gewoon echt heel gezonder. En voor de zomer vind ik het gewoon ook heel erg leuk om te dragen met... Oh! Van die haarbandjes. Kijk. Bij de H&M heb ik bijvoorbeeld deze 2 haarbandjes gekocht. En deze bij de Primark. En ik vind dat gewoon super leuk. En deze is van Lots of Jewels met panterprint. En ik vind het gewoon super leuk om in de zomer dan je haar met krullen te hebben. En dan zo'n bandje in. Of een beetje zo'n opgestoken staart met krullen. En zoveel mensen willen krullen. En ik heb het. Dus eigenlijk moet ik er wat meer gebruik van gaan maken. Dus mooi ook dit plukje zo hier. Ja, heel mooi. Maar in ieder geval, ik ga wel eventjes nu outfitjes bedenken en klaarleggen. En alvast een beetje spullen bij elkaar zoeken voor Parijs. Volgens mij was deze dag, dit stukje film, echt heel chaotisch. Sorry, maar oké. Okay. En zondag heel leuk, ik ga mijn statief meenemen ook. Hebben we de Ladies Fair, dus vond je deze weekvlog nou nog niet heel boeiend? Wacht eventjes tot zondag. Wacht eventjes met wegklikken tot het deel van zondag. Want dat wordt wel heel vandaag leuk. Vandaag zondag, de dag van de Ladies Fair. Sorry, ik heb net heel de bus hier zo. En daarachter helemaal volgeladen met allemaal spullen. We gaan nu heel eventjes naar Albert Heijn. Om even wat eten halen. En daarna gaan we Isa en mijn nichtje ophalen. Want Isa gaat ons vandaag helpen. Echt super leuk. We hebben er echt heel erg veel zin in. Ik ben zo benieuwd of er veel mensen van jullie komen. Of dat er überhaupt veel mensen komen. En hoe het gaat zijn. Ik heb hier nog de facturen en zo. Oh my god. Je moet eigenlijk niet mee. Ik ga even een luchtje opzwijten. Want ik heb echt... Bizar.
Sjors telefoon kwijt. Ik heb trouwens hier nog de facturen en zo en het KVK-nummer. Top. Hier, die leg ik wel binnen. Wacht, ik ga je nu bellen. Ja. Hoor jij iets? Zeg dit. Oh, wacht. Hij ging niet over. Oh. Wacht, nog een keer. Het jasje die ik trouwens aan heb, is dus ook een vlotte label. En er zijn er nog 3 stuks. Die gaan we zo meteen op de ladies fair verkopen. Dus ik denk niet meer dat die online komt staan. En deze... Hij is nog steeds aan het bellen. En deze top is ook van Vlot. Die is wel van de nieuwe collectie. Dus die kan je ook over een paar weken scoren. Ik denk dat de nieuwe collectie na Parijs ongeveer of tijdens Parijs online komt. Dus hou ze in de gaten. Ik ga Charve helpen, want dit wordt echt weer veel te lang in het leven. Heb je hem? Ze heeft hem. Kan ik mijn woorden wel goed doen. Hoi. Char. Ja? Heb je ook die extra telefoon? Ja, ja. Oké. Okay. Je hebt ook echt die deksels gepakt. Oh, top. We gaan even die boodschap halen bij de Ordijn. Want we weten niet of daar ook wat te eten is. Ik moet hier naar huis rijden. Dit is trouwens ook een jasje van de nieuwe collectie. Oh mijn god, Fleur. Dit is de derde keer dat ik hier inrijd. Oké, het is nu 10:10. En dan gaan we om 10:30 gaan iets open. En dan gaan we. Waar woont Ies? Dat zou ik niet vertellen op je vlog. Oh, tegen grapje. Oh, ik dacht even dat je andere nichtje was. We hebben Isa ook opgehaald. Hoi. Hoi. Isa die gaat ons vandaag versterken. En we hebben even lekker voor eten gehaald. Ook ijsthee en wat andere dingetjes. Dus ik ben heel erg benieuwd. Gaat dit blijven staan? Ik denk het niet. Ja, dus want ze is nog meer. Oh ja. Nee, ik ga hem uitzetten. Want dan kan ik straks nog veel. Ik heb ook mijn statief bij me. Zodat... Ja, zo'n powerlap of wat noem je dat? Zo'n versneld dingetje. Ja, heb je er zin in, Is? Ja, ja. Ja? Ik ben met de mond. Sorry. Ja. Hier hangen allemaal laatste stuks. Hier alvast een deel van de nieuwe collectie. Die ga ik nog niet te veel laten zien. Hier hebben we een tafel met allemaal leuke dingetjes. T-shirtjes. Er loopt een winactie. Pasjeshouders. Scrunchies. Superleuke armbandjes. Kettingjes. Oorbelletjes. Nieuwe tasjes en onze beltbags. Superleuk. En hier de oude collectie. Charles alles nog even aan het prijzen. Isa is aan het helpen. Het is echt superleuk. Het is wel heel druk. Maar, oh, ik ga eventjes onze tassen laten zien. Die we hebben. Kijk even. Hoe leuk. Met ons logo erop. Hoe echt heel leuk. Maar het is nu volgens mij 12:30 of zo. Het begint om 1:00, dus ik ben heel benieuwd hoe druk het gaat worden. Hebben jullie er zin in? Ja. We hebben onze eerste dingen gekocht. Ik weet niet eens of jullie me horen. Heet. Char ook. Ja. Iso. Ik ga denk ik echt even mijn jasje uitdoen. Ik handel dit echt niet. Het was heel heet. Er binnen wel heel erg leuk. We hebben een paar meisjes ook zijn mee op de foto gegaan. Echt super leuk. Welke maat was die laatste? SM of ML? Echt zo warm. Die was als M. Die laatste dotjas. Had ze ML gepakt? Meisje. Nou, we kijken zo thuis wel even. Dus, dit kunnen we weer afwinken. Oh. Dinsdag naar Parijs, dat is onze volgende trip. Voeten doen zo bij elke muppie om aan te trekken. Het ziet er ook echt uit als een zoutzone, maar oké. Okay. Wat? Hier staat er zo'n staat een auto. Twingo, ja. Ik moet toch echt huilen, hè? Dat red je wel, hoor. Hij stapt door in de Twingo. Ja. Ja, nu kan je toch al daarin, of niet? Hallo. Hallo. Nee.
flauw bochtje. Ik heb niet heel veel kunnen filmen daar, omdat er kwamen natuurlijk ook allemaal mensen die niet in beeld wilden. Gewoon, ja, gewoon bezoekers. En je had ook heel de tijd muziek, dus dat kon ook niet. Maar ik heb wel een beetje geprobeerd te filmen. Oh, lekker dat windje, kom maar. Ik heb gewoon twee muggen beeld op mijn arm. Dus we gaan lekker naar huis. Het was wel een geslaagde dag. Het was echt leuk. Ja, klopt. Zo moe. Morgen lekker uitrusten en dan dinsdagochtend. Sjoe, weet je dat we om 7 uur 's ochtends de trein, de Thalys moeten hebben? Nee. Ja. Oh mijn god. Moeten we ons even. Ja, dus ik word vroeg opstellen. Ik was helemaal vergeten de week vlog af te sluiten. Sorry, deze week was best een beetje chaotisch. Saai. Afgelopen zondag was wel leuk, maar ik heb gewoon niet heel erg veel gefilmd. Maar volgende week vlog kunnen jullie zien dat ik naar Parijs ga. Ik ga namelijk morgen naar Parijs. Het is vandaag maandag. Dus ik hoop dat ik het daarmee goed kan maken met jullie. Parijs wordt echt vet leuk. Ik heb er echt heel erg veel zin in. Ik ga zo meteen mijn koffer inpakken. Dus ja, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Vond je nou toch wel een beetje leuk? Doe dan toch dat duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie in de volgende weekvlog weer. Doei doei!